Dit weekend gaf premier Charles Michel de taak door aan Sophie Wilmès. Zij is nu officieel de eerste vrouwelijke premier van ons land. Sophie Wilmès is 44 jaar oud. Ze is getrouwd en heeft 4 kinderen. Ze woont in Sint-Genesius-Rode, een gemeente dichtbij Brussel. Voor ze eerste minister werd, was ze al minister in de regering van premier Michel. Goedendag, hoe gaat het? Karwiet-reporter Charlene ging haar bezoeken op haar kantoor. Zullen we daar gaan zitten om de interview te maken? Want ik ben zo groot. Ja. Ja, is dat goed? Oké. Hoe vind je het om de eerste vrouwelijke premier te zijn? Ik vind dat het belangrijk is om een precedent te creëren. Wat bedoel dat? Is dat is de eerste keer dat een vrouw is. En dan de andere vrouwen, en zeker meisjes zoals jij, of misschien een beetje ouder, kunnen zien dat het mogelijk is om een premier te zijn en een vrouw te zijn. Dat is belangrijk. Oké, en wat moet je eigenlijk allemaal doen? Ik zal heel veel werken, maar we zijn in wat we noemen een lopende zaak. Lopende zaak is een heel speciaal moment. Dat bedoelt dat je kan niet nieuwe initiatieven nemen. Een regering in lopende zaken hebben we sinds de verkiezingen van mei. Omdat er nog altijd geen nieuwe regering gevormd is, blijft de regering die we voor de verkiezingen hadden aan het werk. En daar wordt Sophie Wilmès dus de baas van. Ze mag geen nieuwe wetten of nieuwe beslissingen nemen, maar ze moet er wel voor zorgen dat ons land goed blijft draaien. Tot er een nieuwe regering is, heeft onze nieuwe premier het dus super druk. Mijn kinderen zeggen politiek? Nooit. Maar jij doet dat supergoed. Hallo, de video heb je al bekeken? Dikke merci en nu de video nog liken. Ja. Daar beneden zo. Ja, en hier vind je nog veel meer video's. Abonneer je snel op ons kanaal om niets van Karwiet te missen.